Yo, beste kijkers. Dit keer geen vlog, maar iets anders. Zal ik maar zeggen, ik vraag nu aan jullie trouwe kijkers. Aan mijn trouwe kijkers, aan mijn fans en zo. Van, jullie weten dat ik energy verzamel, hè. Energy blikken, noem maar op. Flessen en shotjes. Nou, kijk. Ik ben op zoek, zal ik maar zeggen, naar een hele hoop energy flessen en blikken. Dit zijn alleen maar blikken, geloof ik. Maar daar ben ik op zoek naar. Dus ja, dan vraag ik jullie even, jullie wat weten misschien. Even kijken. Zo heb ik eerst, even zien, de belangrijkste blikjes opgeschreven. Dat zijn de top 3. Dat zijn de allerbelangrijkste, zal ik maar zeggen. 1. Het gaat eerst, de allerbelangrijkste is Penthouse 1 Limited Edition Energy Drink nummer 4. Dat is de Penthouse Limited Edition nummer 4 Energy Drink. En zo heb je de tweede, dat is Cox Pure White Energy Drink. Dat is ook dat is een puur wit energy drankje en dat is ook een heel mooi blikje. Een Nalu Energy Drink, die alleen in België verkrijgbaar is. Je hebt hier in Nederland, zal ik maar zeggen, ook Nalu. Dan weer een heel andere en dan staat er ook low calorie bij en zo. Maar ik bedoel, zal maar zeggen, in België heb je bij de Albert Heijn of zo. En nog bij benzinepompen heb je ze ook wel, had ik begrepen. En nog een heel andere winkel, maar ik weet niet hoe die heet. Nou, daar had je ze namelijk ook. Maar ja, dat is met een appeltje erop, zal maar zeggen. Als je goed kijkt, zit er een beetje appeltje bij. Maar, goh, die zijn in Nederland alleen niet verkrijgbaar. En die vind ik mooier dan hier in Nederland. Dus ja, die vind ik ook wel leuk voor op de verzameling, snap je? Oké. Ik heb de drie belangrijkste heb ik gezegd van. Want zie, ik had die Penthouse had ik. Dat, ik weet dat jullie dat weten. En die Cox ook. Die had ik toen ook in die Nalu ook. Maar ja, ik had een opruiming en ik heb een beetje dom geweest om alles weg te gooien. Dus ja. Dat is ook niet slim, hè? Maar dan heb ik weer een inzinking, weet jullie wel. En ik ben alles weer kwijt. Dus ik ben nu aan het overnieuw aan het sparen. Omdat ik ook wel wat. Eigenlijk doe ik het ook omdat er wel wat gezegd van. Zo en zo en zo. Van je moet ook een keer opruimen, snap je? Maar dan gooi ik de blikjes waar ik spijt van krijg, gooi ik dan ook weer weg. Dus ja, dat moet ik dan niet doen. Dan moet ik die gewoon in een doos stoppen voor volgende keer, weet jullie wel. Nou, zo heb ik de. Opnieuw heb ik ze opgeschreven, zodat jullie misschien nog wat weten. En ja, misschien dat jullie nog tips hebben, zodat ik ze niet gelijk direct die speciale die ik elke keer wil hebben weggooien. Misschien dat jullie nog tips erover hebben of wat dan ook. Hoor. Laat hem achteronder in de reacties dan. Zou ik heel erg waarderen wat ik voor tips kan krijgen dan. Wat jullie hebben, maar ja. Ik zelf denk gewoon als ik ze niet meer wil. En ik doe een opruiming. De hele belangrijkste doe ik gewoon in een doosje. En dan zet ik hem op zolder of zo. Of in mijn kast. Ja. Maar ik hoor graag jullie antwoord. Wat jullie ervan vinden. Even kijken. Zo heb ik ook bij die top 3 gezegd van. Waar je ze kunt krijgen. Even kijken. Zo heb je de Penthouse Limited Edition nummer 4. Die heb je bij. Op eBay. Daar heb ik wel een linkje van, dat is eBay. Een Cox Pure White Energy, dat is bij de ED. Kijk, weet niet dat jullie iemand kennen of zo, of die wel eens in Duitsland komt bij de supermarkt of zo, of bij de ED. Kijk, weet dat jullie eigenlijk de EDK wel kennen. Nalu Energy Drink, zoals ik al zei, bij die Albert Heijn, alleen in België. Zo hebben jullie hier low calorie en heel anders. Is de blikje van, het blikje van Nalu wat kalig. Niet echt. In België zou ik zeggen is het wat. Ja, het vrolijker blikje, meer tekentjes erop. Maar hier is hij gewoon kaliger. Mooi. En de andere soorten energy drinks. Dat gaat dus om. Dan heb ik er weer een hele hoop top gemaakt. Relentless energy drink. Kennen jullie die? Daar zoek ik ook naar. Maar die is niet een van de belangrijkste. Maar de drie die ik net opnoemde, die is heel belangrijk. Zo heb je even kijken. Relentless heb je allemaal verschillende soorten. Kijk maar welke soorten. Het zou leuk zijn als ik natuurlijk alle soorten krijg. Maar stapje voor stapje natuurlijk. Zo heb je ook een Rocket Energy Drink. Een rood-wit, met een rood-witte geblokte raket. Zal maar zeggen,
mijn blokjes en dan de vierkantjes. Dan is de raket, zou ik maar zeggen, rood-wit. En dan Rocket Energy. Nou, die zoek ik ook nog. En de, dan komt nummer 3. Dat is een Red Devil energiedrink. Niet de nieuwste, die hele rode. Maar echt die hele vrolijke, zou ik maar zeggen. Met zwart geel. Nou, noem maar op. De voorkant, een heel duiveltje. Ja, als die nieuwe er ook bij zit, geen probleem, altijd welkom. Ik ben, die oude ben ik op zoek naar, maar die bestaat volgens mij niet meer in Nederland. Ik weet niet, maar ik kan hem nergens meer vinden. Ze waren altijd bij, ik heb ze nog nooit bij winkels gezien, maar ze waren altijd bij tankstations, waren ze verkrijgbaar. Ja, en zo heb je Hel Energiedrink, dat is ook in Duitsland volgens mij verkrijgbaar, die zoek ik ook. En Monster Energy Drink, de punts is dat. En dan de Ballers Blend en de Mad Dog zoek ik. Even kijken. En dan zoek ik, even kijken. Waar ik nog meer wil. Highway Energy Drink, een rood blikje met een auto erop. Die bestaat lang niet meer. Dat was vroeger bij de C1000, toen die C1000 nog was, heel vroeger. Maar dat is er niet meer. Nou ja. Misschien dat jullie nog iets weten, of een verzamelaar of zo die hem heeft. Een Einstein Brine Drink. Dat is Brine Drink, zou ik maar zeggen. Een blikje met een Einstein mannetje erop. Net zoals een pestkaart van een pestkaartenspel, weet je wel. Zonafdruk staat erop. Dan heb je nog Lakritz Energy Drink. Die heb je, nou die zoek ik ook. Een Pacao. Dat is, zou ik maar zeggen, een energy drink met een... Dat is een geel blikje met twee van die vogels erop. Die ook bij Van de Valk Hotel ziet, die vogels, weet je wel. Nou die. En de laatste, dat is de oude zwarte Megaforce blikje. Met, zou ik maar zeggen, een geel driehoekje. En daar staat met rode letters MF op. Megaforce, nou gewoon MF. Mooi. Weet iemand van jullie of... Iemand van jullie of ken iemand van jullie aan deze blikjes komen? Dan hoor ik het graag. Ja, ik hoop dat het lukt. En vooral die bovenste speciaal, die Penthouse nummer 4. En die Cox en die Nalu natuurlijk van België. Mooi, vonden jullie het filmpje leuk? Laat even een reactie achter en een blauw duimpje. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal, hè. Nou, lekker slapen en tot morgen. Later!